Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Slotstad Actueel. Met deze week, Diaconessenhuis pakt reguliere zorg weer op, krijgen studenten ondersteuning van Support for You, oorlogsgraven, begraafplaats Bosrus opgeknapt, gescheiden afvalbakken in Zeist en zijn we benieuwd of Zeist al bezig is de coronakilo's kwijt te raken. Ja, ik ga de 7 juli weer beginnen met een beetje fitness. In het Diaconessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn hervatten ze een klein deel van de zorg. Gelukkig daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en krijgen ze meer ruimte voor andere patiënten. Nou, we hebben de afgelopen tijd in het coronatijdperk natuurlijk heel veel aandacht gehad voor de patiënten met corona. Uiteindelijk zijn er ook heel veel patiënten hier in het ziekenhuis gekomen, zowel op de intensive care als in de kliniek. Maar voor de acute zorg waren we altijd bereikbaar voor alle andere patiënten. Dus die zorg is doorgegaan. Alle uitstelbare zorg, daar hebben we inderdaad wel achterstand op opgelopen. En dat zijn we weer hard aan het inhalen. Het wordt steeds drukker in het ziekenhuis. Zo zie je dat er steeds meer mensen naar de poli's oogheelkunde en de cardiologie komen. Bezoekers moeten zich wel goed aan de maatregelen houden. Nou, ik denk dat je moet beginnen als het gaat over maatregelen in het ziekenhuis bij gewoon de 1,5 meter. Dus het landelijk beleid daarin. En dat proberen wij hier in het ziekenhuis, zowel in Utrecht als in Zeist, ook door te trekken. Dus dat betekent dat wij met looplijnen, maar ook met minder plek in de wachtruimte, die 1,5 meter blijven garanderen voor onze patiënt. Maar ook op zorginhoud proberen we zoveel als mogelijk de patiënten die we de afgelopen tijd hebben kunnen bellen of met videoconsulten hebben kunnen helpen. Dat proberen we nu ook te blijven doen, zodat er minder patiënten uiteindelijk naar ons ziekenhuis toe hoeven, wat ook de patiënttevredenheid weer vergroot. Het Diaconessenhuis in Zeist heeft ook een steentje bijgedragen tijdens de coronacrisis. Nou, in de hoogtepunt van de corona is de meeste aandacht naar het ziekenhuis en de locatie in Utrecht gegaan. En dat heeft gewoon hele praktische redenen, omdat we hier een intensive care hadden. Dat betekent dat we Zeist fors hebben afgeschaald. Maar we hadden ook echt de mensen en de medewerkers vanuit Zeist nodig om hier die intensieve zorg voor die coronapatiënten te kunnen leveren. Dus ik ben echt heel trots op zowel alle medewerkers van Zeist als van Utrecht, dat we dat met elkaar hebben kunnen doen. Nu zie je weer dat we Zeist weer erg opschalen en optimaal gebruik maken van de ruimte die we in Zeist hebben. Support for You is een project van vrijwilligersorganisatie Gilde Zeist. Binnen dit project zetten vrijwilligers zich in voor scholieren van de middelbare scholen in Zeist. Wat je eigenlijk zegt is van het project Support for You, dat houdt in feite in, het is een onderdeel van het Gilde. Gilde is een Zeiste vrijwilligersorganisatie. En wat we doen is voor middelbare scholieren, met name in de wat lagere klassen, coaching aanbieden door vrijwilligers die een ruime ervaring hebben en die mensen kan begeleiden. Kijk, het is natuurlijk een vrijwilligersaspect, dus het is geen echte hulpverlening, het is geen jeugdzorg. Het is ook geen politie, het is ook geen echte onderwijsbegeleiding. Dus gewoon, want daar heb je bijlesinstituten voor. Het zit net een beetje in het intermediair tussen, ja, het is ook geen ouder vervangen. Maar weet je, het kan voor heel veel mensen, geeft het net een duwtje de goede kant op. Een coach begeleidt 1-op-1 een leerling. Wekelijks of 2-wekelijks wordt in een gesprek van maximaal 1 uur besproken hoe het op school gaat en welke uitdagingen de leerling is tegengekomen. De werkwijze is, aan de ene kant hebben we natuurlijk coaches. En die werven we ook, dat zijn ook vrijwilligers. Dus die moeten we een beetje uit de Zeistse samenleving halen met mensen met ervaring. Of mensen met een opleiding. Of mensen die gewoon een ervaren coach kunnen zijn. En aan de andere kant krijgen we aanmeldingen van scholen. Vooral die zeggen, joh, wij zien kinderen in onze klasse. En het zou goed zijn om een aantal redenen dat daar gewoon eens iemand een beetje bij kan helpen. Leerlingen groeien en worden zelfverzekerder. Ook zijn zij meer gemotiveerd en werken aan hun communicatieve en sociale vaardigheden. De voordelen werken van 2 kanten. De leerling en de coaches steken er veel van op. We krijgen bijna altijd hele positieve reacties. Kijk, natuurlijk, een enkele keer wil het wel eens dat die leerling en de coach elkaar niet, ja,
niet liggen. En het kan aan de coach, het kan aan de leerling liggen. Het wil ook niet altijd zeggen dat alle kinderen die coaching gehad hebben super geslaagde mensen worden. Want zo gaat het in de wereld ook niet. Maar de meeste ervaring die we hebben is dat het wel positief is. En vooral leerlingen stellen dat uiteindelijk vaak op prijs. De ruim 50 oorlogsgraven op de gemeentebegraafplaats Bosrust in Zeist worden opgeknapt, want een aantal graven zijn in slechte staat. Medewerkers van de begraafplaats aan de Woudenbergseweg hebben de afgelopen tijd alle 56 graven van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog geïnspecteerd. De staat van de oorlogsgraven is wisselend. Sommige graven moet alleen het mos worden verwijderd, bij anderen moet serieus herstelwerk worden verricht. Iedereen scheidt thuis afval, maar tot voor kort was dat buiten op straat nog niet mogelijk. Daar komt verandering in. De gemeente laat op 3 locaties afvalbakken plaatsen waar inwoners hun afval gescheiden kwijt kunnen. De bakken staan al in winkelcentrum Kerkenbos. Deze maand worden er ook nog bakken geplaatst aan de Johan van Oldenbarneveldlaan en in het winkelcentrum van Den Dolder. Op elke locatie komen 5 gescheiden afvalbakken. De afvalbakken bevatten 2 delen. 1 voor plastic verpakkingen, metaal, vooral blikjes en drinkpakken. En het andere deel is bedoeld voor restafval. Zeist in andere media. Alarm vanuit Zeist, Nieuwegein, Houten en Veenendaal. Provincie laat kleinere podia links liggen. De kleinere theaters buiten de steden Utrecht en Amersfoort voelen zich in de kou gezet door het provinciebestuur van Utrecht. Dat heeft een noodpot met 6 miljoen euro gevuld voor steun aan de culturele sector, maar dat geld gaat aan de theaters voorbij. Bewoners willen van het aardgas af. Een groep bewoners uit de pedagogenbuurt onderzoekt of het mogelijk is de buurt aardgasvrij te maken. Maarten van Deursen is een van de bewoners die het initiatief namen om de wijk te verduurzamen. Inmiddels hebben bewoners samen met de gemeente een subsidie aangevraagd om andere energiebronnen dan aardgas aan te boren. Weggeefwinkel feestelijk heropend. De weggeefwinkel is sinds 3 juni weer geopend op woensdag van 11 uur 's ochtends tot 1 uur in de middag. Je kunt er terecht voor het halen en brengen van spullen. De weggeefwinkel wil wegens ruimtegebrek geen meubels. Daarvoor kun je terecht op de Facebookpagina Weggeefwinkel Zeist. Inmiddels heeft die pagina bijna 6000 leden. Mondkapjes Rotary Zeist binnen 2 uur uitverkocht. Rotary Zeist organiseerde afgelopen zaterdag een knip, strijk en naaidag in Vigie om mondkapjes te maken voor een aantal goede doelen. 9 dames en 1 man knipten, streken, naaiden en binnen 2 uur waren alle kapjes verkocht. 4 juli om 1 uur in de middag wordt de activiteit herhaald en zijn de mondkapjes te koop voor de deur bij Vigie. Alles voor het goede doel. De coronamaatregelen zijn slecht voor onze conditie. We bewegen veel minder en zo komen de coronakilo's eraan. We zijn benieuwd of u al bezig bent om deze coronakilo's kwijt te raken. Nou, niet echt. Nee. Maar ik denk dat iedereen moet meer bewegen. Dat is belangrijk. En dan komen de sportscholen straks weer echt goed open gaan, zodat we weer lekker kunnen sporten. Nee, ik ben heel actief geweest in deze coronaperiode. Vele uren per dag gefietst. Geen kilo erbij. Ja, ik ga de 7 juli weer beginnen met een beetje fitness. Nou, ik heb geen coronakilo's gehad. Dus nee, die zijn er bij mij niet aangekomen. Dus ik probeer het een klein beetje achter me te laten, maar wel op een verstandige manier. Nou, ik zit helaas met een medische complicatie, dus ik kan helaas niet naar de sportschool. Maar ik heb thuis een cross trainer staan. Die heb ik trouwens, dat is ook wel leuk dan om te zeggen. Die heb ik gekocht in de coronatijd. Ik denk, om toch nog wat te doen, ga ik een cross trainer kopen. Dus ik sta een uur per dag sta ik zo. Dus geen coronakilo's.
Dit was Slotstad Actueel voor deze week. Tot volgende week. Fietsend door Zeist en omgeving kom ik vaak objecten, gebouwen tegen die me opvallen en waar ik iets over aan de weet wil komen. Dan stap ik af en bestudeer, als dat er is, het bord van het geheugen van Zeist, want daar staan vaak interessante mededelingen die veel over de plek en de geschiedenis vertellen. Dat is precies wat we gaan doen in de serie In het Voorbijgaan. Ik fiets door Zeist, stap af en neem u mee in de geschiedenis van een object of een plek. Kijken dus.